Thomas Groove DBNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag, jawel. Oh, het is lekker weer buiten. Oh, dan weet je hoe laat het is. Oh, het is namelijk 11:15 voor mij. Dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag zijn we hier met een gloednieuw team. En dit is mijn beste FIFA team tot nu toe. Misschien niet helemaal het team wat ik zelf zou kiezen. Maar toevallig, deze week speelt iemand voor mij de Weekend League. En die heeft een teampje gemaakt. En in het team niemand minder dan Set Your Mind Free Atal. Trouwens, even voor de mensen die zeggen van, nee, hij bidt. Voor mij bidt hij. Ik weet niet zeker. Dat weet ik. En dat moet hij gewoon doen. En daar heb ik niks tegen. Maar het lijkt wel een klein beetje op de Set Your Mind Free. Dus niet bedoeld als disrespect. Maar gewoon als grap. Dus laat het gaan. Hij heeft 5-star weak foot, 4-star skills. Deze stat niet normaal. Zoals ik zei, dit was niet helemaal mijn team. Want hij speelt ook met Promes en Tagliafico. Alles hoog, alles hoog. Ik weet niet of ik die zelf gekozen had. Maar ja, die Promes schijnt wel vrij goed te zijn, heb ik gehoord. Dus op zich ben ik wel benieuwd hoe die speelt. We hebben Sim, Max. Op center mid. Natuurlijk Mateusje. Mateus. Zambrotta. Varane en Ramos. Team of the season. Ook niet slecht. Ter Stegentje op goal. Ja, dit team is toch echt ziek goed, mensen. Even heel eerlijk zijn. Dit is toch een fantastisch team. Doe zeker een duimpje op deze video als je deze video leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal. Volg me ook op Instagram. Want we hebben bijna de 200k volgers op Instagram. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt fantastisch heerlijk. Dat vind ik fantastisch heerlijk lekker. Dat vind ik echt heerlijk gewoon. Ja, ik vind het lekker. Nee, maar ik ga nu dus even zorgen dat ik ga winnen. Want ik ben echt dit. Jongen, ik zweer het je mensen. Maar ik heb dit al een paar keer gezegd. Maar dit is mijn jaar. Deze FIFA, dit is echt mijn jaar. Ik ben zo verschrikkelijk goed in dit spel, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ongelooflijk, man. Dat is zo ongelooflijk, hè. Boom. Oh, een goud team. Jij hebt nou nog een goud team. Wat is dit nou weer? Oh my lord. Nou, dit wordt natuurlijk een kaarsje overwinning. Dit is natuurlijk een kaarsje binnenhengelen. En dan verlies je waarschijnlijk nog aan. Nou ja, maakt niet uit. Gaan we ons helemaal niet druk om maken, want ik ga het gewoon winnen. Ik ga het gewoon ongelooflijk hard winnen. Oh, er zit er al tussen. Zit er al gelijk tussen. Dan gaan we al. Promes, hot. Oh, hij doet geen kapbeweging. Oh. Wat rent hij raar? Nee, de ding space. Huh? Controle even een stuk of zo. Sissoko. Diepe bal. Dan gaat hij als dingetje. Kleine dingetjes. Op Atal. Atal, 5-star weak foot. Boom. Oh. Ik weet niet, is hij rechts of links? Voor mij is hij links, hè? Met 5-star weak foot is wel even kaasje. Ik weet niet of hij de eerste ook al had, maar dit vind ik wel kaasje. Set your mind free. It's the year of... Nee, hij is rechts, denk ik. Naar links. Naar Promes. Dat is goed. Promes naar binnen. Bal ligt er op Mateus. Mateus op Atal. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, die bal. Maar Atal. Oh, ik dacht, je ziet hem erin, maar hij gaat gewoon naast. Is dit een slechte bal dan? Sven speelt ook echt aanvallend, jongen. Dat is niet normaal. Ja, ik vind het wel leuk natuurlijk, maar het is wel wat je niet gewend bent. Dus ik weet ook niet hoe je hier tegen moet spelen. Atal, boom! Oh, weer naast. Ik denk, die schiet hem keihard binnen, maar dat schijnbedrieg. Nou, dit is niks. Je ziet al dat hij die baas gaat geven. Maar er is Varaan. Lekker Varaan. Goed gedaan. Door Varaan. Zo, oh, dit is een bal van Sissoko. What the heck? Nee, ze staat buiten het spel. En dan wil ik ook een hele slechte paas trouwens. Ah, set your mind free. It's the year, oh. Dat is wel een beetje dead meme, hè? Beetje wel. Maar het is wel echt lekker warm nu. Kom, Promes. Lekker Promes. Scheidsie. Lekker, dank u. Al was ik er wel gewoon door. Dus hij had beter gewoon door kunnen laten spelen. Maar ja, wel ja. Dit is niks. Ik paas hem zeker niet op hem. Ik kan wel af waarom ik zoveel moeite heb om deze tegenstander zeg maar eruit te spelen. Hij heeft echt een slecht team, jongen. Dat is niet normaal. Ik kom er gewoon niet langs. Ik probeer dan een beetje skills, maar dat kan ik helemaal niet. Moet ik gewoon niet doen. Dat kan ik niet. Kom er niet langs. Hoe kan dit nou? Deze vent kan er helemaal niks van. Hij speelt ook gewoon aanvallend en zo. Hij heeft ook nog geen aanval gecreëerd. Kijk naar die bal. De dragbacks werken ook niet tegen deze man. Hij heeft het door als ik het ga doen. Eigenlijk is hij gewoon een fucking goed. En ben ik eigenlijk nog heel echt fantastisch top 100 speler als ik dit win. Daar komt het eigenlijk op neer. Atal, boom! Ja, Atal, wereldgoal! Heerlijk zeg! Oh, wat een goal van Atalletje. Heerlijk binnengeschoten. Ja, kijk, dan heb je toch maar één aanvalletje nodig. Heb je één aanvalletje nodig die lekker gaat en dan scoort Atalletje gewoon een 1-0. Die stats ook. En die stats van die Team of the Season zijn niet normaal. En besef mensen, volgende week vanaf vrijdag komt het waarschijnlijk het ultimate Team of the Season. Nou, dat wordt even geld uitgeven, dat is niet normaal. Dus is er nog maar 2 dagen de actie van PlayStation Plus op Ik Wil De Goed dat je voor 41,99, dat is 18 euro goedkoper normaal, PlayStation Plus kan krijgen voor een jaar. Nou, echt, ik zou doen. Ik vind die Ramos en Varane achterin vind ik toch wel een aardig duo. Dat is wel een aardig duootje, moet ik zeggen. Daar is niks mis mee. Ik moet zeggen, die Promes vind ik niet zo heel goed. Maar die Tagliafico is echt goed. Daar gaat hij. Mateus. Promes is een goal. Dit is een goal. Tuurlijk. 2-0. Easy. Easy. Mensen, ik zweer het je. Top 100 voorkomen. Lekker. Maximum. Andere kant. Voor zijn tweede paal. Promes. Boom. Hoppakee, Promes met het hoofd. 3-0, hoppa. Is dit zijn eigen celebration? Nee. En hij is weg, natuurlijk. Ik snap het wel. Ja, ik ben gewoon vrij goed. Another game. Promes gewoon wel 2 goals, hè. Ja, ik zei, vind ik eigenlijk wel beter. Maar die Promes wel gewoon 2 keer gescoord. Ja, kan je zeggen wat je wil. Is gewoon goed, hè. Dit is meteen van zijn team. Nou, dit is toch echt... Hij heeft een 79... Hij snapt chemistry ook niet. Dit is ongelooflijk. Maar ik heb ook een restmid nu op CM. Maar dat is omdat het niet anders kan. Voordat daar weer comments over komen, ik zie jullie wel weer. Ik zie het alweer gebeuren. Atal.
Op zijn maximum, die draait om en die schiet. En die scoort niet. Hoe scoort hij nou niet? Hoe kan dit nou? Tot die 5 chemistry, hè, mensen. Je ziet het. Varane, die is goed, jongen. Oh ja, ik paas hem nu wel over de zijlijn, maar... Nou ja. Die is echt goed. Die is snel en die is sterk, jongen. Wat de heck? Dat is niet normaal. Hoppa, promesse. Hebben. Ah. Oeh. Zo, ik trap die vent in 2, dat is niet normaal. Oh. Daar ga ik nog wel een kaartje voor krijgen, denk ik. Gok ik zo. Hartstikke idee, daar gaan we dan. Sim max maximum. Sim. Wie sta ik tegen? Fabio. En die houdt sim max maximum bij. Hoe kan dat nou weer? Ik snap dat echt niet. Ik snap dat gewoon echt niet. Tuurlijk, ik ben aan de bal, maar ik tik die bal vooruit. Dan moet je al sneller kunnen rennen. Of wat is dit voor special Fabio die hij heeft dan? Of heeft Fabio ineens 90 pace? Dat kan natuurlijk ook. Oh, dit is niks. Dit is niks. Oh mijn god, ik sta gewoon 1-8. Doe ik die glijden? Oh, hoe kan dit nou? Een 7-59 shooting. Disgusting. Richarlison. Ah, over. Ik schiet de laatste tijd te hard. Dat is mijn probleem, mensen. Ik schiet te hard. Oh mijn god. Nee. Oh mijn god. Ik hoor die glijden nu met zijn links. Nah, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Je zit hem in de kruising, jongen. Hoe hij me ook meekrijgt. Oké, even concentreren. Ik kan hier echt niet van verliezen. Ik kan gewoon echt niet. Dus ik kan er helemaal niks voor. Ik sta gewoon 2-0 achter. Boom. Atal, 2-1. Lekker. Kom op, geen gezeik. Heerlijk. Hij heeft niet eens een gameface. Hij heeft niet eens een gameface. Ons Younes, ons Atal. Hij is ook nog een ziek jong, hè. Want hij zat in die Future Stars, volgens mij. Toch? Ja. Atal, goed. Atal goed, voorgeven, bam, 2-2, geen gezeik, natuurlijk, sum maximum, staat op de goede plek en dan staat gewoon 2-2, geen gezeik, 2 minuten later, de beste FIFA speler van Nederland. Ja, ik moet niet bang zijn, nou nu wel, want de bal bij Gouaille, dan weet je, dat is niet goed. Kijk, dan paas je die bal, dan weet je ook al van, nou, je hoeft er geen zorgen meer om te maken, maar zolang die Gouaille aan de bal is, jongen, dan gaat de bal op Richarlison neemt lekker mee, Richarlison, 3-2, heerlijk, geen probleem. Mensen, dit team is toch fantastisch? Dit is toch absoluut wereld? Zet je gedachten vrij, het is de jaar van de zomer. Nee. Oh, Gouaille, bijna met zijn hat-trick. Hoppakee, lekker. En counteren. Want Maldini, die is nog lekker een corner aan het nemen. Geef hem. Oh, wat jammer dit. Oh, wat verschrikkelijk jammer. Anders was ik erdoor met Richarlison. En dan weet je gewoon, is een goal laatst. Oké, we staan 3-2 voor bij rust. We stonden 2-0 achter. Dus ik zie hier een goede vooruitgang. Die Ramos, jongen, die heeft zo'n lekker uitschuifbaar beentje. Ramos is ook echt zo'n smerige speler. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben dus echt Ramos-fan. Die vent is zo verschrikkelijk gek in zijn kop. Ik vond Pepe ook gewoon mooi. Maar die was echt gek. Oh, Atal is een goal. Lat, want de keeper houdt hem. Hoe kan dit nou, Atal? Duidelijk zijn mind niet free genoeg gezet. Nee, het is niet Gouaille. Nee, oké. Bakayoko. Jezus. Die heeft 30 shooting of zo. Dit is toch niet normaal? Oh my god. Nou, het staat dus weer 3-3. Ik vind dit helemaal niks. Wel ja. Oh, die akker van Pomé is echt lekker. Die is echt goed. Oh, hij gaat op een avontuur. Oh, dit is jammer. Maradona erin gebracht. Vast geen leenspeler. Atal, korte hoek. Oh, mijn god. Ik moet nog even neer op de keeper daarna. Disgusting. Dit is niks. Oh. It's magic. Feeling up. Nee. Oh, mijn god. Ik ben zo slecht. Hij dept gewoon. Ik heb 2 goals tegen van Gouaille. 1 van. Het is niet eens leen. Het is niet eens leen, Maradona. Hoe kan dit? Waarom heeft deze vent Maradona op de bank? Het is niet eens leen, Maradona. Nou, ik begrijp er helemaal niks meer van. Het is niet eens leen, Maradona. Ik begrijp niks meer van het leven. Oh, nee. Oh, in het midden, ik zie hem al. Lekker. Promes, boom! Nee. Oh, net naast. Ik vind dit niks. Rust. Lekker. Hallo. Oh, dit is niks. Dit is helemaal niks. Ik heb gewoon verloren van deze mafcase. Van deze pauper mafcase. Nee. Waarom pas ik hem terug? Ah, nee. Ik verlies. Hoe kan dit nou, mensen? Wat triest. Ik ga nog een pot doen. Ik kan het niet op markt verkrijgen. Yo, what's up mensen, Marketor Dynasty met vandaag ook weer een nieuwe video. Met inderdaad ook weer een nieuwe Missie Mark, want ik wilde dit wel een beetje... Oké, daar gaan we weer mensen. Zijn we terug met een frisse dosis energie. Ik heb zijn team gemist. Ik was weer Missie Mark aan het kijken. Spijt me. Jongens, ik speel nu dit potje is 9 minuten. En ik zie nu al, dit gaat niks worden. Nee, ik ben toch heel bang dat dit weer helemaal niks gaat worden als ik zo kijk. Atal, met zijn links. Ah. Richarlison, bam. Nee, promes, finesse. Nou, jongen, echt. Nou, dit is niet normaal. Hij mag er niet in, hoor. Hij heeft 0 schoon op goal. Ik 6. En het staat 0-0. Boom. Oh, promes. Ah, boom.
Boom. Oh. Ja, ik denk gewoon niet dat ik ga scoren dit potje. Want hij mag er gewoon niet in. Lekker zijn Max Maximum. Bam. Oh, scheids. Kom op, man. Ik word neergehaald. Ik ga gewoon niet scoren. Ik word gewoon 0-0 deze wedstrijd. Toch bizar. Kans na kans na kans. Ik word niet goed. Ja, ja, ja. Atal. Nee, jongen. Ik doe nog een feest, joh. Ik doe nog geen vierkantje paas. Jezus. Oh, mijn goede. Zieke delay. Oh. 0-0 gespeeld. Ik heb zoveel kansen gehad. Dit is echt niet normaal. Dit is niet mijn jaar. Dit spel is zo niet mijn jaar. Dit is echt absoluut niet mijn jaar. Set your moker mind free. 0-0. Oh, my lord. Dit is niks. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Zwaar teleurgesteld. Dankjewel. En de groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Ik heb de mop van vandaag een klein beetje offensive. Kan je niet tegen, klik dan weg. Waarom is het een jaar voor een weeskind, maar 363 dagen? Hij heeft geen vader- en moederdag. Oeh.